Hadden jullie bij Expeditie Robinson ook een challenge met wolven? Niet grappig. Sorry. Maar wat gaan we doen? Want we kunnen hier niet eeuwig blijven zitten. Wat is het alternatief? Niemand weet dat we hier zijn, dus de kans dat iemand ons komt redden is vrij klein. Ja, maar ze zullen uiteindelijk toch wel weggaan, toch, Chief? Ik denk het niet. Dus dan zit er maar één ding op. Nou, wat dan? Eén van ons offert zich op als aas. Serieus? Maar hoe gaan we dat dan bepalen? Steen, papier, schaar. Serieus? Nee. Ah, Lars, help! Oh. Is hij gebroken? Ik weet niet. Kom. Kan je erop staan? Nee, man, dat gaat echt niet. En nu dan? Jij gaat naar Romeo en Tifa. En ik wacht hier op jou. Maar ik kan toch niet in mijn eentje die wolven gaan verjagen? Tuurlijk wel. Nee, dat moet jij doen. Bro, kijk me aan. Jij hebt dit. Ik heb je alles geleerd, man. Jij oont dit. Ga, strijder. Maak me trots. Dit wil je niet. Ik ken je, je bent een goede jongen. Ja, het is even fout gegaan, maar vanaf nu gaan we alles op alles zetten om het weer goed te maken, toch? Oh, kan het nog softer, zeg. Een beetje spanning kan geen kwaad, toch? Er staan levens op het spel. Dit is niet wat Daan wil. Wat Daan wil, is dat alleen de allerbeste overblijven. Zodat hij weet wie hij volgend jaar mee naar Italië kan nemen. De kandidaten zijn op zichzelf aangewezen. Ze moeten doorzettingsvermogen tonen en creatief zijn. In een gebied waar wolven wonen. Dat is een oneerlijke strijd. Ja? Maar dat is niet Daan's schuld. Dat zeg ik ook niet. Maar als hij niks doet om ze te stoppen, dan is het wel zijn geweten wat daarmee moet leren te leven. Daan, je weet dat ik gelijk heb. Je moet nu stoppen. Ja, mimelzakje zeg. Mimi. Zal ik je nog een keer prikken soms? Hè? Nou, wordt hij mooi. Dit moet stoppen. Petje van Romy. Romy en Siva, oh, dit verdienen jullie niet. Ik ga erachter komen wie jullie in deze vreselijke situatie heeft gebracht. En ik beloof jullie, het zal niet ongestraft blijven. Joya, wacht. Ik kan echt niet meer, ik ben echt kapot. Ja, tuurlijk wel. Kom. Nee, ik meen het. Ik heb honger, ik heb dorst. Heel mijn voeten zitten onder de blaren. Ja, ik snap het, maar ik help je wel, oké? Kom, samen kunnen we dit. Ja, Daan, over. Ben jij al bijna bij de grot, over? Ja, ik ben er bijna, over. Heel goed. En, Camille, over? Ja, Daan, over. Sorry dat ik je vals beschuldigde, over.
Dat is oké. Over. Heb jij een idee wie mijn plannen saboteert? Over. Nee, ik zit echt niet weten. Nee, echt niet. Over. En je hebt niemand gezien die hier niet hoort? Iets opvallends. Ook al leek het in eerste instantie niet zo bijzonder. Over. Ja, wacht. Dat is misschien wel één ding. Maar nee, dat is al 3 maanden geleden. Dat kan niet. Over. Hé? Wat dan? Over. Iemand alleen in een tentje aan het survivalen. Helemaal alleen hier, dat weet ik nog. En dat was een Nederlands iemand. Want ik heb toen achteraf nog een blik bonen gevonden. Dat was van een Nederlands merk. Over. En was dat een man of een vrouw? Over. Man. Over. En hoe zag hij eruit? Over. Hoe zag je eruit? Slank, 1,80 meter, blond haar, 30 jaar. Over. Dank je, dit helpt enorm. Als je nog iets anders te binnen schiet, wat dan ook, laat het me weten. Oké, over. Ja, dat is goed. Maar ik ga dan nu naar de grot, hè? Ja, oké, over. Dankjewel. Over. Als ik ja zeg, dan klim je uit die boom en dan ga je zo snel mogelijk die kant op. Duidelijk? Jongens! Jongens! Ja! Jongens! Moeten we niet blijven rennen? Ik denk dat we ver genoeg zijn. Toch? Jij bent de leider nu, bro. We zijn veilig. Ja, yes! Oké. Okay. Goed gedaan, Mattie. Ging alles volgens plan? Die wolven gingen meteen op het vlees af. Ze keken niet eens meer naar Romy en Siva. Ja, die strijders hadden gewoon honger, joh. Zo, dat was wel duidelijk, hè? Gaat het een beetje? Ja, ik ben echt geschrokken, maar het gaat wel. Ja, waar sloeg dit op? Bij expeditie was ik de hele tijd bang voor allerlei enge beesten. Ratten, slangen, spinnen, schorpioenen. Niks gebeurt. Ga je naar de Ardennen, denk je, kan je hoog uitgestoken worden door een wesp. Krijg je dit? Ja, ik snap nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ja, Daan heeft het gewoon zo gepland. Ja, denk je dat dit toeval is? Wat doe je? Hij wilde gewoon dat we zouden verdwalen. Hij heeft ons de verkeerde kaarten gegeven. Wat? Ik zei het toch? Ik wist het gewoon. Waarom? Waarom zou hij dat doen? Omdat het een ontzettende eikel is. Hij wilde ons gewoon uittesten. Uittesten? Uittesten voor wat? Joya? Jay? Horen jullie mij? Over... Stil eens. Wat? Hoor je dat? Ik hoor niks. Stil dan. Ik dacht serieus echt dat ik een stem hoorde. Waarschijnlijk luchtspiegeling of zo. Hoe bedoel je? Zeg maar wanneer je iets hoort wat niet echt is. Zoals een plas water in de woestijn of zoiets. Dus je denkt dat ik stem hoor?
Nee, dat zeg ik niet, maar misschien is het gewoon iets wat je wilt horen. Ah, ja, dat kan. Maar het is echt raar, want ik dacht echt dat ik een mannenstem hoorde. Whatever, laten we gewoon doorlopen. Des te sneller dat we een uitgang vinden, des te sneller dat we weg zijn. Ja, je hebt gelijk. Daar zou ik heel snel mee stoppen. Niet omkijken. Draai om en de handen omhoog. Als Kenny ziet. Leg je handen nu in je nek en schuif je vingers in elkaar. Huh? Wat zei ik? Ja, ja. Omdraaien en handen in de lucht. Juist. Geen grappen. Anders krijg je een pijl door je voorhoofd. Ja, het gaat niet goed, hè? Nee, ik denk niet dat hij gebroken is, maar wel een gekke kneuzing, man. Ja, zo meteen ijzer op en meteen hoog houden. Ja, ga ik doen. Ja, maar wat ik me afvroeg, hoe wisten jullie waar wij waren? Door je petje. Wat bedoel je? Daan heeft er een cameraatje ingestopt, zodat hij ons kon bespieden. Echt? Wat een naaistreek! Maar dit kan je toch niet zomaar doen? Hij wilde ons gewoon testen, man. Maar dit kan echt niet. Zo, Daan, dacht je ons even lekker te bespieden, hè? Ja, wat een gluiperd ben jij, zeg. Heb jij ervoor gezorgd dat... Dit is wat wij doen met die plekjes van jou. Zo, hoor je die je bent? No way dat ik met hem naar Italië ga. Ons een beetje naar de wolven sturen, maar waarom? Ja, dat heeft hij niet expres gedaan. Hij wilde gewoon dat we zouden verdwalen. Ja, zodat we zelf een slimme manier terug zouden vinden naar het kamp. Nou, dat was ook bijna zo, want zo moeilijk was het ook niet. Nee. Maar wacht, wie heeft jullie dan het wolvengebied ingestuurd? De boswachter? Nee, die zei juist dat we de andere kant op moesten. Hé? Maar wie was het dan? Het was... Gouden stuiver op televisiering.nl. Boswachter, contact, over. Gloeiende. Boswachter, herhaald verzoek tot contact, over. Daar zit je. Waarom geef jij geen antwoord? Ik heb jou wel 100 keer... Het moment is aangebroken. Het beest is hier. Ga snel naar zapdetective.nl om te kijken hoe het afloopt. Survival Dog Summer Bar!